Superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben hier vandaag samen met Daan. Yay! Ja. Daan en ik gaan de regio bespreken en kijken hoe we gaan trainen voor het NK. Ja, en het is natuurlijk ook heel belangrijk dat we overleggen. Wat hebben we gedaan in de training naar de regio toe? Dat en jullie daar ook een beetje nog een keer extra met mee kunnen kijken. En dat we dat bij Tessa ook nog een keertje bespreken. Zodat ze daar zelf ook nog bewuster van wordt. En dat ze die dingen mee kan nemen naar het NK. En daar natuurlijk net zo kan knallen als op de regio. Zeker. Sowieso ga jij een weekje weg. Ja. Op vakantie. En ik ga buitenritjes maken naar de aqua-trainer. Gewoon lekker wat ontspannen. Ga jij naar de aqua-trainer? Ik ga naar de aqua-trainer samen met Blondie. Okay. Alleen Blondie gaat erop. Blondie gaat twee keer per week naar de aqua-trainer en ik ga samen met Sue en Bella wat buitenritjes maken en misschien ook wel naar het strand toe. Ja, en waarom? Omdat ik het zelf ook heel belangrijk vind. We hebben heel geconcentreerd getraind naar de regio toe en dat het daarna even tijd is om een beetje voor jouw hoofd leeg, voor Blondie hoofd leeg, even nergens serieus aan te denken en gewoon lekker plezier te maken. Maar Tess, weet jij nog zo wat je hebt gedaan in de aanloop naar de regio? Wat hebben we voor extra tools gedaan wat we daarvoor bijvoorbeeld een half jaar geleden niet deden? Ik heb clinics gevolgd bij Bastiaan de Recht, bij Bob, bij Gerdien. Ja. En dat hebben we bewust gedaan, want het kan wel eens zijn dat je samen met je instructeur in een soort cirkel zit. Ik mag het geen visuele cirkel noemen, denk ik, maar dat je samen in een ritme zit en dat je dan sommige dingetjes wel eens over het hoofd ziet of denkt, oh ja, dat moet wel gebeuren, maar daar zijn we nu nog niet aan toe. En dat dan een andere instructeur dat ziet en die denkt, nou, daar ben je eigenlijk wel aan toe. Dus daar krijg en ik als instructeur heel veel informatie uit en Tessa en Blondie leren daar natuurlijk ook weer heel veel van. Daardoor ben je natuurlijk ook op ander terrein, waardoor je ook weer weet hoe is Blondie op ander terrein en hoe kan ik haar daar op haar best laten presteren. Ik heb de afgelopen tijd wat meer wedstrijdjes gereden, omdat natuurlijk door corona het allemaal een beetje was weggevallen, omdat de wedstrijden stil waren gezet. Ja. Heb ik samen met Blondie heel veel wedstrijdjes gedaan. Ja, nou, en dat is natuurlijk ook wel belangrijk, hè, dat je in een bepaalde soort flow zit als je eigenlijk zo'n spannende wedstrijd hebt. Dat je natuurlijk niet daaraan komt en denkt, oh ja, wat gebeurde er op de afgelopen wedstrijden? Wat gebeurde er als ik op wedstrijd bij A deed afwenden? Dat je nu dus weet, hè, de afgelopen 2 maanden ben ik echt eigenlijk wat consequenter, wat vaker op wedstrijd geweest. Dat en Blondie vaak op wedstrijd is geweest, jij vaker op wedstrijd bent geweest, dat je daar samen ook gewoon handig in wordt en dat dat normaal wordt. En dat je dat natuurlijk mee kan nemen in die spannende wedstrijd. Ja. Ik heb zelf ook nog wat trainingen gedaan. Ik ben 1 keer per week of een paar keer ook 2 keer per week naar de sportschool gegaan. Ik heb daar een personal trainer en daardoor heb ik ook gewerkt aan mijn eigen lichaam. Ja. Dat ik mijn lichaam ook wat beter kwijt kan, want ik ben in 1 keer heel lang geworden. En heel lang. Heel lang. Dus ik moest even kijken waar ik alles kwijt moest. En ik begin dat nu steeds beter onder controle te krijgen. En niet alleen omdat jij natuurlijk erg gegroeid bent, is het belangrijk dat je sport. Maar het is natuurlijk ook sowieso belangrijk. We zijn elke dag met het paard zijn we bezig. We noemen dat een management. Heeft hij het goede voer? Staat hij goed op zijn ijzers? Heeft hij het goede zadel en hoofdstel? Heeft hij de goede vitamines? De dekens, de aquatrainer en lessen. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat wij ook van onszelf een atleet maken. Dat we natuurlijk een team gaan vormen. We zijn dan wel niet een team met 15 man, maar we zijn wel een team met z'n tweeën. Dus het is belangrijk dat je allebei een atleet bent op dat moment. We hebben Blondie, haar voeding was sowieso al van allemaal van Vitalstijl. En daardoor hebben we wat spierkracht. Magnesium heeft ze ook een week van tevoren gehad. Als het warm was, elektrolyten heeft ze gehad. Oerbalans tegen het schuren, dat heeft niet echt iets te maken met het rijden, maar wel voor het mooier uitzien van een pony, heeft ze dermacontrol gehad. En waarom de spierkracht? Omdat we iets meer van het lichaam gaan verwachten. Dus dat we de spieren daarin een beetje ondersteunen. En de magnesium is juist goed voor de afvloei van spierpijn, melkzuur. En natuurlijk lekker een beetje kalmte in het lijf en in de spieren. De oerbalans helpt natuurlijk gewoon om het paard de dagelijkse vitamine en mineralen binnen te krijgen. Om ook weer te zorgen, ja, dat hoort in het management, dat we daar de hele dag mee bezig zijn. Dat waren de dingen die ik heel erg op heb gelet en heb gedaan om naar de regio toe te werken. Wat is het plan van aanpak naar het NK toe? Nou, ik denk vooral zo doorgaan als wat we nu hebben. Never change a winning team, hè, zeggen we dan.
Dus ik wil niet enorm grote veranderingen aanbrengen, maar vooral zeker naar het NK kijken. De proef nog een keer samen doorbespreken. Wat moet er nog beter? Waar moeten we nog eventjes duidelijker de focus op leggen? Om te zorgen dat we dat nu misschien bijna voor 110-120% voor elkaar hebben. Zodat dat op de regio voor, hoop ik, 90-100% voor elkaar is. Om daar dus eigenlijk te zorgen dat je daar eigenlijk misschien geen fouten hebt in de proef. En tuurlijk, het is daar allemaal spannend. Dus ga daar niet naartoe, want dat heb ik een keer gedaan en dat werkt echt niet. Ga niet naar zo'n grote wedstrijd en denk, het mag niet fout gaan. Het mag niet fout gaan. Ik mag niet in galop in de middendraf. Ik mag niet dit. Want jouw hersenen, dat klinkt heel gek, maar die snappen het woordje niet. Dus als jij zegt, ga niet in galop, dan denkt jouw hersenen, ga in galop. Als jij denkt, hij mag niet aangalopperen als ik ga doorzitten, dan denken jouw hersenen, ga in galop. Dus je moet heel goed zorgen dat je ook voor jezelf en mentaal jezelf voorbereidt. Dat hebben we natuurlijk voor de regio ook gedaan. Ik weet niet of Tessa dat heeft gefilmd, dat je je proef hebt uitgeschreven. Nee, dat heb ik niet gefilmd. Nou, dat gaan we dan in ieder geval naar het NK, gaat Tessa dat weer doen. En daar gaat ze je dan natuurlijk in meenemen. De proeven uitschrijven en dan niet alleen opschrijven van A afwenden, C linkerhand, gebroken lijn. Maar dat je echt zegt, ik rij nu bij de M, moet bij A afwenden, dus ik moet zorgen. Heb ik hem al nu tussen twee teugels, twee benen? Is die A mijn been? Moet ik misschien een keertje schakelen? Kijk op tijd naar de C, rij door de hoek, wend af. Blijf naar de C kijken, op tijdstelling. Dat je zeg maar zo je proeven uitschrijft. Dat je dus eigenlijk je hersenen alvast een beetje voorbereidt. Die laat je eigenlijk alvast een beetje die proef steeds trainen in het hoofd. Dat op dat moment niet die proef ineens iets heel spannends of iets nieuws is voor je hersenen. Maar dat die dat gewoon weten. Ja. Want dat is normaal. Dat zit gewoon, ja, dat is het riedeltje wat ze dan weten. Om eigenlijk jezelf zo mentaal ook natuurlijk steeds beter voor te bereiden. Ik heb na de regio, was ik eigenlijk een beetje overdonderd. Want het kwam in één keer allemaal, want ik stond ineens, ik dacht van ja, weet je, het is wel goed gegaan, maar niet goed genoeg om naar het NK door te gaan. En ik dacht alleen maar, het is heel goed gegaan, heel goed gegaan. Nou, dat liet je niet helemaal blijken, want je bleef heel rustig en ja. Ik dacht, oké, is goed. Dus daarna heb ik ook samen met een meisje gepraat, geen idee meer hoe ze heet. Volgens mij was een zusje van haar, was fan van me. Dus daar ben ik mee op de foto gegaan. Misschien dat je die ergens voorbij hebt zien komen. En daarna ben ik met haar denk ik 10 minuutjes rondgestapt. Daarna ben ik naar het bord toe gelopen en daarna zijn we in de kantine gaan zitten. Toen hoorde ik van iemand anders, want daarvoor moest ik de protocol ophalen, dat zei van, nou, je hebt het heel goed gedaan. Ik denk als mensen niet beter zijn dan jij, dat je doorgaat naar de EPA. Dan denk ik van, wat? Ik zei, hoe weet je dat? Zei ze, ja, nou, ik heb het online bekeken. Nou, toen wist ik even niet waar ik mijn leven aan moest. En toen zagen mensen dat, zeiden ze, ja, je kan ook in de binnenbak kijken. Dus ik ben naar die binnenbak gerend. Stond ik eerste en tweede, bij de eerste proef eerst en de tweede proef tweede. En toen dacht ik, oh, ik ben best wel erg spannend en toen hebben we in spanning afgewacht daar. Toen kwam het allemaal ineens, moest ik mijn wedstrijdspullen aandoen, want ik had het helemaal niet verwacht. Dus dat was allemaal stress. Toen was ik vergeten om de rest ook nog te feliciteren. Dus die heb ik daarna toegevoegd op Instagram en allemaal een berichtje gestuurd. Ik ben een groepsapp gezet samen met Veri, Nikki en Roos Marijn. En daar hebben we een beetje praten en gezegd dat we, als we allemaal een beetje rond dezelfde tijd starten, dat we dan met z'n allen op de foto kunnen en dan een leuke aandenken hebben voor later. Ja, en ik denk ook dat het heel leuk is dat als je, kijk, want als je er nu over praat, ga je er ook bij lachen. Dus dat je daar naartoe gaat en niet denkt, oh, ik ga naar het NK helemaal in mijn eentje. Holy shit, what the fuck, wie zijn er allemaal? Sorry, dat mocht niet. Oh, mag wel. In een video van een uur mag het 3 keer. Wat er in? Mag het. Ik heb ook een keer NK gereden en toen was ik daar helemaal in mijn eentje. Niemand die me kon helpen, met niemand die kon praten. Had je niemand bij je? Nou ja, ja, wel natuurlijk gewoon papa, mama en een instructeur. Maar niet dat je op het paard ook nog iemand hebt die leuk is of gezellig is. Of dat je daar naartoe gaat en denkt, oh, ik ga die en die daar ook zien. Dus ik vond het al heel spannend en daardoor was het nog dubbel spannend. Want iedereen die met me mee was, vond het ook heel spannend. Dus dat je nu ook daar naartoe gaat en denkt, oh, hun zijn er ook. Kan ik even een praatje mee maken? Na de hand even mee praten. Misschien dadelijk met een prijsuitreiking heb je iemand om bij te staan. Anders sta je er ook maar zo in je eentje. Ja, dat was op de regionaal zo, ja. Ja, nou ja, maar
precies. Dan heb je in ieder geval iemand dadelijk om bij te staan. Je staat niet in je eentje. Dus dat is toch hartstikke gezellig? Ja. Tijdens het NK is er natuurlijk een hoop anders dan op een normale wedstrijd. Het is een groot terrein, het is op het KNS-terrein in Ermelo. Ik ga ervan uit dat je op het gras moet starten. Want meestal BNL is op het gras en het MZ is op het zand. En het springen is op het grote veld. Dus het zal druk zijn. Er zijn een hoop mensen. Het is dus heel belangrijk, uit eigen ervaring, dat je goed weet. Wat ga ik doen? Hoe laat wil ik er zijn? Heb ik een box of blijft ze in de trailer? Ze heeft een box en een hele mooie hooibaal. Dus dat hebben we allemaal geregeld. Nee, nou, dat is alleen maar heel fijn. Dus ook weer, net als met dat je je proef uitschrijft. Schrijf voor jezelf op. Ik ben er zo laat. Dan gaat ze naar haar box. Moet ze nog wat eten of iets? Moet ze nog gevlochten worden? Schrijf het op. Hoe laat ga ik opzadelen? Hoe laat ga ik rijden? En wat ga je doen met losrijden? Dat je dus niet daar het veld op rijdt en denkt, wat ga ik nu doen? Ja, dat was de eerste keer zo, dus met regio. En toen was ik helemaal in stress en dacht, waar komt het aan? Dus het is dan ook heel belangrijk dat je echt weet, ik ga het voortrein op. Ik heb meteen een doel. En dan hoeft dat doel misschien niet meteen te lukken, maar dan heb je in ieder geval iets om naartoe te werken. Ja. Dat je er dus eigenlijk naar zo'n wedstrijd dubbel voorbereid naartoe gaat als dat je voor een normale wedstrijd bent. Dus dat zijn allemaal eventjes dingen wat jij in de aankomende 3 weken nog te doen staat. Om een aantal keer dat uit te schrijven. Om dat voor jezelf in je hoofd op een rijtje te hebben. En schrijf vooral op wat jij denkt dat jij nodig hebt. Dat is ook belangrijk, hè? Dat je niet opschrijft wat ik denk dat je op moet schrijven. Maar dat je opschrijft wat jij denkt dat je nodig hebt. En dan ben ik daar natuurlijk ook om jou te helpen en te ondersteunen. En dan gaan we er het allerbeste van maken. Ja.